Hoi, welkom bij een nieuwe video van Pinkit.nl. Mijn naam is Bianca en ik heb vandaag een hele gave goodie bag unboxing van L'Oréal. Ik ben namelijk vorige week bij de eerste L'Oréal University geweest. En dat was echt mega gaaf. Echt super dankbaar dat ik daarbij heb mogen zijn. Ik heb er heel verslag over geschreven. Link staat hieronder. Daar wil ik niet zoveel over vertellen, want ik denk dat de video al heel lang gaat duren met de producten alleen al. Bij het evenement was er een soort candy beauty store. Er was een ruimte ingericht met allemaal producten van L'Oréal, Garnier, Essie, NYX, Maybelline. Echt alle merken die daaronder vallen, zeg maar. En daar mocht je 6 huidverzorgingen en huid- en haarverzorging uitkiezen en 15 make-up producten. En echt alle bloggers, het was echt een woep erop af. Ik zelf heb niet... van de huid- en haarverzorging 6 producten meegenomen. Maar echt de producten die ik echt interesse in had. Make-up producten heb ik er wel een stuk of 15. En je kon op het evenement zelf en tussendoor stonden er allemaal dingetjes op tafel. Kon je ook pakken. En echt als ik iets leuk vond. Omdat ik dacht van nou daar kan ik iemand van jullie mee blij maken in de winactie. Heb ik het meegenomen. Want niet alle producten ga ik houden en reviewen. En sommige producten komen binnenkort terug in de winactie. Dus hou YouTube in de gaten. Ik ga beginnen. Ik ga gewoon even grabbelen, want het tasje alleen al is super cute. Maar die zit best vol. Als eerste heb ik van Garnier de Michelin Water, de roze versie. En echt heel stom, maar ik heb al zoveel varianten geprobeerd van Michelin Water. Deze nog niet. En dit schijnt toch wel een van de bekendste te zijn, samen met die van Bioderma. En ik ben benieuwd. Die ga ik lekker gebruiken. Ik ben sowieso fan van Michelin Water. Veel makkelijker. Op de kamer stonden ook nog producten en ik zat met Kelly van Balessa, Helen van Beauty Ill en Jamie van Beauty Unboxing. En er stonden ook allemaal producten op de kamer en die hebben we later verdeeld. En ik heb de L'Oréal Paris Sublime Bronze BB Airbrush, Self Tanner meegenomen. Want dat wilde ik heel graag proberen. En ik heb echt van die bleekscheterige benen. Ik denk, die ga ik ook lekker gebruiken. En als laatste huid- en haarverzorgingsproduct. Daarom zeg ik, ik heb er geen 6 meegenomen. Dat wilde ik niet. Ik was al dankbaar met dit. Heb ik de L'Oréal Paris Elvive Full Fiber haarmasker meegenomen. En ik dacht, dat kan ik wel gebruiken. Dus die. Oh, nog wel één haarverzorging. Klopt, ik heb er 3. Want die andere komt van de kamer. Maakt niet uit. Elvive Nutrigloss Luminizer Gloss Spray in een mooie glazen flacon, ja. En het is een soort glansstopcoat. Spray je een paar centimeter van je haar af. Moet je wel doen, ik heb deze al gebruikt. Als je het te dichtbij doet, krijg je een beetje van die harde stukjes in je haar. Dat het opgedroogd is, dat is niet mooi, dat is niet cute, dat is niks. Dat moet je niet hebben. Dus van ongeveer 20 centimeter een beetje sprayen, ook niet te veel. En dan geeft het een hele mooie glans. Maar vooral de geur is super lekker. Dus dit is een mini review. Als je van lekkere zoete geuren houdt een beetje, dan is dit zeker een aanrader om eens te gaan proberen. En natuurlijk een mooi glans. Bij ons op bed lag voor iedereen een doosje met 2 macarons. En wat lag er nog meer? Dat volgens mij en een handdoek. En een setje Essie nagellak. Deze komt binnenkort uit. Augustus, september dacht ik volgens mij. En ik weet dat een van die nagellakjes ooit is verkocht via eBay of zo voor €700. En ik bedoel $700. En ik dacht, wat de fuck voor een nagellakje. Maar die was daar uitgegaan en iemand wilde die zo graag hebben. En diegene zal nou wel flink balen, want die is weer gewoon verkrijgbaar voor de normale prijs. Maar er zitten 5 kleurtjes in. Nou ben ik zelf niet echt van een nagellak. Ik heb het meegenomen. Ik hou zelf een paar kleurtjes. En de andere kleurtjes zien jullie dus binnenkort terug in de winactie. Want ik wil graag de dingen die ik krijg ook delen met mijn lezeressen en mijn kijkers. Zoals ik altijd doe. Dus dan verwend ik jullie ook een klein beetje. Even kijken. Dan heb ik wat paletjes. Het LA Palette Glam. En ik vind die verpakking alleen nog gaaf. Maar die kleuren zijn echt super gaaf. Even kijken in de spiegel. Mooie zomerse tinten. En volgens mij kosten ze gewoon normaal nu ik al €20. Dus die kon ik dan niet laten liggen. En het LA Palette Nude. Maar dan met de roze nude tinten. Ook super mooi. Deze is meer voor de draagbare looks. En die andere is meer voor de opvallende party looks. Of als je gewoon van opvallende looks haalt. Even kijken hoor. Of ik het even beter kan pakken. Want het is nou echt een grabbelzak.
van dezelfde lijn van L'Oréal, de Colorige LA Palette Glam voor de lippen, zeg maar. En dit doet me een beetje denken aan van vroeger. Had je van die kinderpaletjes met lipmake-up. Nou weer. Alleen deze kwaliteit is hopelijk wel een stuk beter. En ik vind die kleuren, vooral die derde en die vierde, ja, vind ik echt super gaaf eruit zien. Dus misschien dat ik hier een review over ga maken of een look. Een zomerse look, dat kan ook nog. Ik weet nog niet wat ik ermee ga doen. Mijn keycord. Je moest een keycord dragen zodat iedereen wist. Het was namelijk in een hostel dat je bij L'Oréal hoorde. En niet een of andere gek ben die daar de hele dag rondloopt of twee dagen. Van Maybelline, de Master Stroming Stick. Zo heet het volgens mij. Ik ben nog een beetje verkouden. Toen ik terugkwam van dit evenement was ik, ben ik een week lang ziek geweest, beroerd en alles. Want ik wilde dit eigenlijk zo snel mogelijk filmen. En eindelijk sinds gisteren, dus ja, een week daarna begin ik iets beter te worden. Maar goed, daar gaan we het nou niet over hebben. De Stroming Sticks van Maybelline. Ik heb 100 Light Iridescent en 200 Medium Nude Highlight Sticks. Ik ben gek op highlighten, dus ik dacht ik neem beide kleuren mee voor een review. Ja, dan is de review net zo uitgebreid mogelijk en dat vind ik wel wat hebben. Dan heb ik echt heel veel lipproducten volgens mij. Even kijken hoor, ik haal het even allemaal uit de zak. Ik begin eerst met de blush van NYX. NYX vind ik echt een super gaaf merk. En het lag er gewoon echt, er lagen heel veel producten. En je kon door een make-up artist worden opgemaakt voor de avond, voor het diner en voor de party, zeg maar. En ik had heel veel zo... Mijn wishlist is echt zo'n stuk langer geworden. Alleen al door die producten waarvan ik dacht, oh, die ga ik kopen. Dus dankjewel. Maar uit de candy shop heb ik de NYX Baked Blush Illuminating Plus Bronzer. Dus een blush, bronzer en highlighter in één. En dit is in de kleur chiffon, mousseline. Zoiets. Een beetje oudroze, mauve kleur. En ja, daar komt zeker weten een review van. Dan bij het eten. We gingen bij de pool eten in Amsterdam. Echt super gaaf restaurant. Maar we kregen een welkomstdrankje. En daarnaast stond een lipstick van L'Oréal. Dit is van de Collection Exclusive bij Douten. Hele gave roze tint. Deze heb ik al. Dus deze leg ik ook weg voor een van jullie. En ja, ik dacht heel gaaf. We probeerden ze nog te ruilen met elkaar. Maar volgens mij heb ik alle kleuren uit deze lijn al. Dus denk ik neem hem gewoon mee. En dan maak ik even jullie er binnenkort blij mee. Dan heb ik van NYX de Liquid Suede in... Welke kleur? Sandstorm. Een beetje donkerbruin nude-achtige. Ik weet niet of dit gaat staan, maar ik denk nu ga ik juist kleurtjes pakken. Het klinkt zo hebberig, maar het is wel mijn werk. Kleurtjes uitkiezen die ik zelf niet heel snel zou kopen, maar die ik wel heel graag wil testen. En daarom heb ik ook een rood-oranje Kitten Heels. Hij lijkt nu veel roder, maar hij is iets... De tint komt op de camera net iets anders over, maar dit is ook een liquid suede van NYX. NYX. Dan heb ik nog een matte lipstick van NYX. Dit is in de kleur Aria. Volgens mij is het paars als ik het zo zie. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien. Maar ik wil nog niets openmaken vanwege de foto's. Dan heb ik nog een butter lipstick van NYX. Little Susie. Een beetje koraal roze. Heel gaaf. En uit diezelfde lijn heb ik dan nog een... 10 Lines, volgens mij heet die. 10 Lines. Ook weer zo'n nude kleur, bruin nude. Beetje, dit is een beetje uit mijn comfortzone, want normaal draag ik alleen maar roze tinten. En dan heb ik nog een soft matte lip cream. Hiervan heb ik er zelf een aantal gekocht. Deze kleur had ik nog niet, dus ik dacht dan is de review weer wat meer uitgebreid. Dit is Madrid, een beetje vampier, rood, bruinachtig, zo'n kleur. Vind ik heel gaaf. En dan, ik dacht, dan is de review weer wat uitgebreider die binnenkort online komt. En dan heb ik nog een lipstick. Deze stond bij het evenement s'avonds. Er was een soort party in de kelder. Was echt super gaaf. Stonden er ook wat andere dingetjes op tafels en zo. En ik zag een lipstick en ik dacht, ik weet niet of ik hem al heb of niet. Ik dacht wel, maar ik had een review bij iemand gezien. Dit is Chloe van NYX ook. Het is gewoon een lipstick. En ik dacht, oh, die kleur is zo gaaf.
ik blijk hem dus al zelf gekocht te hebben, omdat ik die review zo gaaf vond. Maar op een gegeven moment, ik weet alle kleuren niet meer uit mijn hoofd, omdat ik te veel lipstick heb. Dus deze bewaar ik ook. Ik kan hem wel laten zien, want volgens mij heb ik hem wel opengemaakt, maar niet gebruikt. Maar moet je even zien. Dit is toch zo gaaf? Ik vind het wel. Maar deze bewaar ik dus ook voor een winactie. Ik weet niet of het dezelfde winactie wordt, maar jullie zien het vanzelf. Dan heb ik ook nog een hele gave zonnebril gekregen. Maar van de Iju, ik kan dat niet uitspreken. Ik ben niet zo van de fancy merken en zo. Die geef ik weg via Instagram, Pinkit.nl. Ik zal even kijken of die nog loopt op het moment. Maar ja, weet je wat het is? Ik heb al best wel wat zonnebrillen. En hij is mij toch net iets te groot. Ik hou dan, mijn bril is ook wat groot, maar de zonnebril is nog een tikje groter. En dus ik denk, ja, dat doen we niet. Even kijken, tot in augustus kun je meedoen. En dat is bij deze foto. Dus mocht je me nog niet volgen op Instagram, het is pinkit.nl. Even terugscrollen, staan al wat foto's online naar die foto. En daar staat precies bij hoe je kans kan maken op deze gave zonnebril. Beetje zelfpromotie mag ook, hè? Nou, dit kunnen jullie dus de komende weken, want ik heb nog meer producten liggen die ik zelf heb gekocht van andere merken of gekregen. Een beetje verwachten qua reviews op pink.nl. Maar ook een sneak preview van een paar producten die binnenkort in een hele gave winactie op YouTube gezet gaat worden. Dus laat even hieronder weten naar welk product jij nieuwsgierig bent. En ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet niet om je gratis te abonneren op mijn YouTube kanaal. Duimpje omhoog te geven. En ik zie jullie graag de volgende video weer terug. Tot ziens!